Hallo lieve kinderen van de Ik Ben Ik training. Ik wil graag even iets tegen jullie zeggen. Jullie zien mij hier nu staan voor een boom. En ik ben niet voor niks bij deze boom gaan staan. Omdat ik eigenlijk altijd in de training jullie wil leren om zo stevig te durven gaan staan als een boom. En ja, daar heb je in ieder geval stevige wortels voor nodig om je in de grond goed te kunnen wortelen. En als dat allemaal goed gaat en je wortels zijn gezond en je durft voeding te halen uit de omgeving, nou, dan ga je echt helemaal open zoals deze mooie lenteboom nou ook laat zien. Nou, jammer genoeg, en jullie weten allemaal waarom, kan de Ik Ben Ik training de komende tijd niet doorgaan. Ik heb ook wel heel erg gevoeld en nagedacht of het in een andere vorm kan. Maar ik heb eigenlijk besloten dat het voor mij niet goed voelt. De Ik Ben Ik training is eigenlijk pas echt waardevol en betekent echt voor je iets van binnen. Als ik de mogelijkheid heb om jou toch elke keer als ik jou iets zie doen, daarop feedback te geven. Waarop je zelf weer kunt gaan voelen van past dat inderdaad bij mij? Of heb ik iets anders nodig? Of hoe ga ik dat dan doen? Zodat je toch wat je graag wil leren, dat eigenlijk als vanzelf komt. Ik heb voor besloten om de Ik Ben Ik training dus toch even nog uit te stellen. Totdat er aangegeven wordt dat het misschien weer veilig genoeg is om in groepjes bij elkaar te zijn. Voor nu heb ik een leuk plannetje, omdat ik wel iets voor jullie wil betekenen. Ik wil jullie in ieder geval zeggen dat je, als je zou willen bellen, video bellen of gewoon bellen of mij even wil spreken met iets waar je mee zit, dat ik er zeker voor jou wil zijn. En papa en mama, daar geldt het eigenlijk precies hetzelfde voor. Het plannetje wat ik heb is dat ik een heel mooi boek heb, namelijk Lopke en het lichtje. En daar staan echt ontzettend mooie verhalen in. En die mooie verhalen die zou ik eigenlijk graag aan jullie voorlezen. Je hoeft er niks mee, je moet het ook helemaal niet. Maar ik denk dat het even jullie op weg kan helpen in de ruimte waarin wij nu zijn met z'n allen. En waarin wij nu gevoelens hebben waarin we denken van hoe gaat het verder straks. En ik heb het gevoel dat het allemaal goed komt en dat wij daar met z'n allen op een andere manier uitkomen dan we nu zijn. Daar kunnen we allemaal van groeien. Dus ik heb bedacht verhalen voor jullie op te nemen van Lopke. En die verhalen die kun je dan beluisteren op een moment dat je er zelf zin in hebt. En dat kan zijn lekker als je naar bed gaat. Maar dat kan ook zijn dat je misschien thuis een trampoline hebt, dat je er lekker op gaat liggen en denkt van nou, dan ga ik lekker een verhaal luisteren. Of net op een moment dat jij voelt van ik wil eigenlijk wel weer een verhaal van Lopke beluisteren. Er zitten zulke mooie stukjes in die over ons binnenste gevoel gaan. Namelijk dat wij allemaal een lichtje van binnen hebben. En dat het lichtje eigenlijk altijd mag schijnen. Maar dat er omstandigheden kunnen zijn of aanpakken of manieren waarbij het jou toch niet altijd goed doet. En dat je ervoor kiest om dat lichtje tijdelijk een beetje minder te laten schijnen. En dat is niet erg als je maar weet dat je altijd weer terug kunt naar je eigen lichtje en dat je altijd weer kunt kiezen om jouw eigen lichtje weer te laten schijnen. Nou, in die verhalen zul je dat gaandeweg ontdekken. En het lijkt mij heel, heel fijn idee als je dat samen af en toe met papa en mama naar luistert. Zodat jullie er samen naar de hand nog over kunnen praten. Dus bij deze wil ik dit videootje even afsluiten. Zodat je weet dat ik er op een gepaste manier voor jou wil en kan zijn in de tussenliggende tijd. Maar dat we echt weer samen op reis gaan, live, als dat ook echt mogelijk is en verantwoord. Dit was het even voor zover. Ik wil iets afsluiten met een namaste.
En daar zal ik ook steeds elke keer elk verhaaltje mee beginnen. Namaste. En dat betekent, het licht in mij buigt voor het licht in jou. Een fijne dag.